Die start recording, dat gaat eenvoudiger tegenwoordig, want ik heb daar een apart apparaatje voor. Goedemiddag allemaal. De voorlaatste les van PRC 1. En dat gaat, vandaag gaat het over GUIs, grafische user interfaces, en hoe je die kunt maken, maar vooral ook hoe je een fatsoenlijke architectuur opzet waarbij je een GUI inbouwt. Jullie dus merken dat je in moderne software engineering niet één programma maakt dat alles doet, maar dat je het programma opdeelt in stukken functionaliteit die elk een eigen verantwoordelijkheid hebben. Met name zullen we gebruik maken van de term business logica. Business logica, en daar bedoelen we niet zozeer mee dat het gaat over business in de zakelijke zin, de bedrijven, verkoop en dat soort zaken, maar het gaat over de business van de applicatie. Dat kan dus ook een spelletje zijn. Dan zou de business logica zou dan de logica van het spelletje zijn, bijvoorbeeld. Die term is, heeft opgang gemaakt in informatica land om aan te duiden wat zeg maar de kerncomponent is van de software. En dat is ook meestal dat deel wat het geld opbrengt, waarin de berekeningen gemaakt worden, waar winst en verlies gedaan wordt, of voor een spelletje waarin de slimheid van het spelletje, de aantrekkelijkheid van het spelletje gebouwd is. De GUI zelf, die maak je met een techniek die voorhanden is. En in dit geval kiezen we in de MOOC, volgen we de MOOC en gebruiken we JavaFX. Dat is de modernere variant om GUI's te ontwikkelen. Die is nog steeds leverbaar. Hoe dat eruit gaat zien in de toekomst, dat weet geen mens. Maar in ieder geval, dat is de techniek die we gebruikt hebben en ook afgelopen jaar gebruikt hebben in project 2. Dat parallel loopt aan PRC 2, de opvolgmodule van dit vak PRC 1. Het eerste wat ik daarover ga zeggen is dat je inderdaad een GUI eigenlijk moet voorstellen als iets wat lijkt op een film, een moderne film maken. En jullie kennen wellicht allemaal het principe van een greenscreen. Dat gebruik ik nu ook in mijn eigen voorstelling. En dat greenscreen, dat maakt het mogelijk om net te doen alsof. En een goede GUI, een goed GUI-programma, dat doet eigenlijk precies hetzelfde. Dus de GUI zelf is een heel dun laagje. Dat doet alsof er knoppen zijn en dat doet alsof er vensters zijn. En dat doet alsof er andere elementen zijn. Bijvoorbeeld in een echt spel, in een first-person shooter game, zullen dat rondlopende acteurs zijn. Maar dat is niks anders dan gekleurde pixels. En de logica die daarachter zit om dat scherm te maken kan dus weliswaar complex zijn, maar in een moderne applicatie waarbij het dan wel over de business logica gaat, zul je ervoor zorgen dat de rendering, de manier waarop het plaatje vertoond wordt, dat relatief dun is ten opzichte van het feitelijke game wat gespeeld wordt. Of in een business logica applicatie het inkopen of het vullen van je webbasket, je inkoopmandje en het afrekenen en dat soort zaken. Dat zijn de belangrijke zaken in een business applicatie. En als je die goed van elkaar scheidt, dan kun je heb je een aantal voordelen. De eerste plaats is die business logica component. Dat is het ding waar je geld mee verdient. Die kun je heel goed testen. Dat is misschien wel het belangrijkste voordeel. Het tweede is, je kunt diezelfde business logica voorzien van een andere user interface. Je kunt daar een webpagina voor zetten of een grafische applicatie. Of je kunt die business logica laten praten met een app op je mobiele telefoon. En zo kun je in principe voorstellen dat een app, bijvoorbeeld van bol.com of van Amazon, die op je mobiele device loopt, die praat tegen dezelfde business logica aan als je website. Of als je bij Amazon zelf zou werken, kun je je voorstellen dat er een ander soort GUI-applicatie zou kunnen zijn. Die praat tegen een business component aan. En het is alleen maar een kwestie van andere presentatie, maar de business logica aan het einde is hetzelfde of is in principe hetzelfde. En zoals gezegd, testbaarheid is misschien wel het belangrijkste voordeel om een hele duidelijke scheiding te maken tussen business logica en de presentatielaag of de GUI. In JavaFX, dat is best wel grappig, gebruiken ze ook een aantal termen die komen eigenlijk min of meer uit de filmindustrie of uit de toneelindustrie, want een aantal componenten die ze daar noemen is een stage, dat is een toneel. En een scene, met een duidelijke naam, de scène die gespeeld wordt. En die dingen worden ook gebruikt. Dus het eerste wat je tegenkomt als je een grafisch user interface kijkt in JavaFX, dan zul je de stage zien. Dat is de component waar alles zich in afspeelt. En in zo'n stage, daar kun je een scène op uitvoeren. En ook daar in JavaFX zie je dat woord scène, als scene in het Engels natuurlijk, weer terugkomen. En dat is heel treffend gevonden, vind ik. Vanaf die stage en vanaf die scene zul je merken dat die scene, die
zijnde, die kan dan weer een aantal componenten bevatten. En elk van die componenten kan weer componenten bevatten, enzovoort. En dat gaat steeds meer lijken op een boom. Kerstboom is misschien wel passend in dit seizoen, maar een boom, dat is eigenlijk wat je kunt voorstellen als je componenten in componenten in componenten in componenten stopt. Het lijkt een beetje op iets wat je al kent, of misschien nog niet zo expliciet, maar een directory of een filesysteem op je computer gedraagt zich ook als een boom. Je hebt een documents folder of een downloads folder en daar kunnen weer andere folders in zitten en daar kunnen bestanden in zitten of weer andere folders. En dat lijkt ook op een boom als je dat op een bepaalde manier en ook in een explorer bekijkt via de tree view, dan zie je ook die boomstructuur min of meer terug. Het is natuurlijk geen echte levende boom met allerhande takken en blaadjes aan, maar de analogie is toch best treffend. In een UI heb je twee belangrijke zaken die je moet bekijken. En een van die zaken is bijvoorbeeld de componenten die je gaat gebruiken en de plaats waarop die ze krijgen op je scherm. En die plaats die ze kunnen krijgen op het scherm, die kan tijdens de loop van het programma kan die wijzigen. Maar meestal is het zo, even kijken, meestal is het zo dat je dat die plaats in een scène statisch is. Dus knoppen die zullen op een vaste plaats zitten. Het is zelfs verstandig om die knoppen, herkenbare knoppen of steeds dezelfde knoppen zoals OK en Cancel, dat die steeds op dezelfde plaats en dezelfde oriëntatie staan, zodat de gebruikbaarheid van je applicatie daarmee toeneemt. Waar je voor moet zorgen als je een applicatie maakt, is dat je de controls die je hebt, dat je die ook een naam geeft, of beter gezegd een ID. En dat moet ook nog eens een keer een unieke ID zijn. Ik weet niet of jullie dat verteld is in de PHP-lessen, maar als je bijvoorbeeld CSS wil toepassen, maar vooral als je op een knop of op een event wil reageren, de ID die moet binnen je HTML-pagina uniek zijn. En datzelfde geldt hier in JavaFX. En die ID die kun je gebruiken in je applicatie. Je kunt een component, bijvoorbeeld een knop of een tekstarea of een label, kun je vragen wat is jouw ID? En bij testen is dat heel erg leuk, want bij testen kun je dan zo'n component aanspreken via zijn ID. Je kunt dan zeggen, testapparaat, het is een robot, dan die naam komt straks ook weer terug. Vind de knop met deze ID en klik daarop. En ga vervolgens kijken dat de applicatie, dat de GUI, de juiste informatie aan de business logica doorgeeft. En dat de business logica bijvoorbeeld een berekening maakt en de juiste informatie teruggeeft aan de GUI. Zodat bijvoorbeeld als je een knop indrukt, dat er dan een tekst verandert op het scherm. Dat zo'n soort dingen. Een knop dan, bedoel ik meer bepaald, een button op je GUI. Natuurlijk is het zo dat je een GUI-applicatie, denk aan TMC Beans, dat is ook een GUI-applicatie, dat je die ook kunt bedienen met je toetsenbord. Maar in dit geval houden we even vooral rekening met het feit dat je grafische elementen hebt die je kunt bedienen. Het toetsenbord, dat kennen we al, ook een niet-grafische applicatie, die kun je bedienen met een toetsenbord. En dat verschilt eigenlijk niet zo heel veel met een grafische applicatie. Het enige wat eraan toegevoegd wordt, is dat je kunt op een scherm meerdere widgets hebben, meerdere componenten hebben, bijvoorbeeld een tekstarea en een tekstfield. Dat zijn twee grafische componenten die input accepteren. Die kunnen de focus krijgen, zoals dat heet. Dus als de focus zit op bijvoorbeeld een tekstfield, dan zal alles wat je typt op de toetsenbord zal in dat tekstfield verschijnen. En als vervolgens de focus verlegd wordt naar een andere widget, bijvoorbeeld een tekstarea die daaronder zou kunnen staan, dan komt de informatie die je typt komt terecht in die tekstarea. Maar dat kennen jullie allemaal al door het gebruik, want jullie hebben al GUI's gebruikt, al heel lang. Meer GUI's gebruikt als wat anders, denk ik, als jullie computers gebruiken. TMC Beans is daar een voorbeeld van, maar natuurlijk ook Word of Excel of een andere applicatie die je zou kunnen gebruiken in je professionele praktijk. Het leuke van JavaFX is vervolgens ook... Hey, iemand deelt zijn scherm, dat is leuk. Het leuke van JavaFX is ook dat... dat je de styling kunt doen met iets wat lijkt op CSS. Het is CSS, maar het is een klein beetje een ander smaakje. Is een ander dialect, zouden we kunnen zeggen. En een belangrijk verschil wat je niet moet vergeten is dat je alle CSS-stijlelementen moet voorzien van een minfx aan de voorkant. Eén enkel minnetje. Er staan in de tekst staat hier twee minnetjes, maar dat is één minnetje. Minfx min. En dan bijvoorbeeld border rounding of zoiets dergelijks om
de randjes van een knop of van een component af te ronden. Dus met CSS kun je die styling veranderen. Je kunt die CSS ook nog eens een keer dynamisch wijzigen. Dus stel dat je een element hebt waarbij je de achtergrondkleur zou willen wijzigen, dan kun je simpelweg de CSS-stijl aanpassen en dan zal die component zich anders vertonen. Dan zal een knop die eerst grijs was, de groen worden of rood, of afhankelijk van de CSS-styling die je gedaan hebt. Jullie kunnen meekijken als ik het goed zie. Je kunt hier ook zien wat een knop bijvoorbeeld kan. Hè. Je ziet hier dat ik een knop gestyled heb in de JavaFX CSS-stijl. Dus een min-fx min-font, 16 pixels groot en een font met serif, met schreeflijnen. Dat zijn de meest normale fonts, ook het font dat hier gebruikt wordt in deze HTML-pagina. Vervolgens dat er een padding toegepast wordt op die knop, dus de rand rondom de knop die is 10 groot. En dat ding heeft ook een achtergrondkleur en die achtergrondkleur die heeft redelijk wat rood, heel veel groen en een stuk minder blauw. Dus wat die kleur precies gaat zijn, weet ik even niet. Maar in ieder geval kun je op die manier, op een manier die je al kent vanuit project 1 en vanuit CSS en HTML, kun je conceptueel hetzelfde doen als wat hier gebeurt. Ook cascading aspect van StyleSheet werkt hier op dezelfde manier. En dat kan dan gebeuren. Je ziet ook hier dat ik net als in de CSS van de HTML, dat ik hier een hekje voor gezet heb. En dat betekent dat ik deze component aanspreek via zijn ID. Als ik daar een puntje voor gezet zou hebben, dan zou ik dat ding aangesproken hebben via zijn, even denken, via zijn class. En er is ook nog iets als een naam, maar die naam die gebruik je meestal niet om de CSS-styling te doen. Dus er zijn een drietal manieren om een component aan te spreken en te vinden via CSS, via een zogenaamde CSS-selector. Ik ga daar niet al te veel op in. Als je dat precies wil weten, kun je dat nalezen. Met name op W3 Schools of een andere website die daar iets van vertelt. Maar conceptueel is het idee precies hetzelfde als wat we in JavaFX wat we al gewend zijn in normale CSS. Dat zou kunnen betekenen dat we een methode hebben waarin we een knop aanspreken. En we zien bijvoorbeeld hier dat ik een test heb gemaakt, zo moet ik het zeggen. Dit is een test die een knop klikt. En doordat we die knop een ID gegeven hebben, je ziet hier dat die ID van deze knop demo min button is. En we spreken dat ding met hekje demo button aan, zodat we die knop aanspreken via zijn ID en niet via zijn class. Dan kan die knop gevonden worden door de testapplicatie en kan vervolgens daarop klikken. En dan vervolgens kunnen we gaan kijken of een andere component die in diezelfde GUI voorkomt, of die de juiste tekst bevat. Bijvoorbeeld, er zal een label in kunnen zitten, die heeft tekst, die kun je eraf halen. Kunt die dan vervolgens vergelijken met wat je wil. En in dit geval wordt gekeken of die tekst I was clicked bevat. Dus deze string hoeft niet gelijk te zijn aan I was clicked, als die maar die string bevat. En dat is een iets zwakkere test, die makkelijker waar je makkelijker aan kunt voldoen, zelfs als je de formatering van je output een klein beetje anders zou maken. Wat kan ik dan nog zeggen? Op het moment dat ik een knop aan wil spreken via zijn ID, moet ik daar een hekje voor zetten in dit ding. En dat betekent ook dat als je op een andere manier aan de ID van je knop wil komen of de knop wil vinden via zijn ID, zul je daar een hekje voor moeten zetten. En op die manier wordt ervoor gezorgd dat je in je applicatie, maar ook in de test, dat je in de test de knop kunt vinden. Belangrijk natuurlijk in een GUI is dat je op het moment dat de gebruiker met die GUI aan de gang is, dus interactie doet met die GUI, zoals we dat zo netjes zeggen, dat je dat ook kunt detecteren en dat je daarop kunt reageren. Een moderne aanpak, en dat is ook de aanpak die de MOOC volgt, is dat je bij het reageren op een knopdruk bijvoorbeeld, of op een ander event, een gebeurtenis, dat je daarop reageert met bijvoorbeeld een lambda-expressie. En dat zie je hier bijvoorbeeld. Ik kan deze lambda-expressie gebruiken. Die E staat voor event. Die kan ik gebruiken om op een label een tekst neer te zetten. Dus eigenlijk hetzelfde wat hier gebeurt, wat hier getest wordt, zou je zo kunnen realiseren. Dus stel even dat je tegen die knop zegt, als jouw actie uitgevoerd wordt, dus je klik-event wordt uitgevoerd, voer dan deze actie uit. En dat kun je uitdrukken als een lambda-expressie. Dus je reageert op het event.
door op een label een tekst te zetten. Dat is wat, zo is dat hier ongeveer zou kunnen zijn. Dus in feite zou hier dit ding zou dan I was clicked kunnen zetten en dan slaagt die test die daarboven staat. Een andere aanpak, en die zal ik ook zo meteen demonstreren, nee, die staat hier zelfs direct onder, is dat je in plaats van een lambda-expressie een method reference pakt, en wel zo dat die methode dezelfde vorm heeft als de lambda-expressie. Wat bedoel ik daarmee? Daar bedoel ik mee dat die methode ook een action event als parameter heeft, en dat die vervolgens niks teruggeeft, want zo'n action methode, dat is een event handler. En die methode die accepteert een event, of die moet een event accepteren. En vervolgens dan doen wat hem zelf uitkomt, wat hem zelf past, want verder is er niks voorgeschreven. En dat kun je dan vervolgens op deze manier uitdrukken. Je ziet hier dat ik dat hier uitgecodeerd heb. In mijn applicatie wordt een hele hoop gedaan. In die start van die applicatie wordt een hele hoop gedaan. Maar onder andere wordt op de knop BTN wordt de actiemethode gespecificeerd. En die actiemethode wordt gespecificeerd als op dit object, roep daarvan de addClick methode aan. En dat is die methode die direct daaronder staat. En die addClick methode die accepteert dus zoals gezegd het action event en zal dat dan vervolgens uitvoeren. En uiteindelijk is dat precies hetzelfde als wat hier staat. Well, min of meer. Dus deze lambda-expressie die is equivalent aan de stukje tekst wat hier staat. Samen met dat EV wat hier gedefinieerd is. Dus dit is de input parameter. En dat is het effect dat deze methode gaat hebben. Dus dit is de I was clicked methode. En je ziet dat zo'n beetje wat daar in die test staat. Het gaat steeds meer lijken op wat er feitelijk gerealiseerd wordt. Er is een derde aanpak. En die derde aanpak is interessant als je knoppen hebt die hetzelfde gedrag moeten vertonen. Het meest bekende voorbeeld is de toets op een telefoon of de toets op een rekenapparaat. Overal waar je een cijfer invoert, dan wordt de reactie op dat cijfer eigenlijk altijd hetzelfde. Je moet dat cijfer toevoegen aan de reeds bestaande ketting van cijfers. Je zet het toch simpelweg achteraan. En op die manier kun je dan vervolgens ervoor zorgen dat... ik zit in de weg, zie ik. Dat cijfer in de GUI toegevoegd wordt. Bijvoorbeeld, je maakt een rekenapparaat en je hebt 10 cijfertoetsen en nog een aantal operatietoetsen. Dat je dan vervolgens die cijfers simpelweg aan een tekstfield toevoegt. Zoals hier, of aan een label, dat kan ook nog. Hier textlabel.setText. En wat je doet is, je pakt de tekst die erin staat, plakt er het cijfer wat je gekregen hebt erachteraan en zet het weer terug als tekst in dat label. En daardoor lijkt het voor de gebruiker, hè, denk aan dat we maar doen alsof, dat dat cijfer toegevoegd is aan wat er reeds stond in dat tekstvenster of in dat tekstfield. Of in die label, zoals in dit geval. En op die manier kun je dat realiseren. Een action event heeft namelijk informatie over welke knop of welk element precies bediend wordt. In het geval dat we hier zo'n rekenapparaat aan het bouwen zijn, dan zouden we deze digit click methode kunnen gebruiken. Dat is ook weer zo'n event handler, die neemt een event. En dan kunnen we in het event dat we als parameter krijgen, kunnen we vragen wat is je target geweest. En wij weten, omdat we in de GUI die we zelf aan het ophogen zijn, dat we die digit click methode koppelen aan alle knoppen waar een digit op staat. Dan kunnen we aan die knop vragen, wat is de tekst die op jou staat? En dan zal de knop 2 zeggen, mijn tekst is 2. Het cijfertje 2, dat wil zeggen het karakter 2 moet ik zeggen. En als je daar het karakter van 0 van aftrekt, dan is dat precies het verschil tussen de 0 en de 2. Dus dan betekent dat je er feitelijk uitkrijgt het cijfer 2. Dus het digitale cijfer digit 2, de integerwaarde 2. Zo is het misschien wel het beste gezegd. Dus je ziet hier dat ik de target vraag. Sorry, dat ik van de target de getText vraag. Nadat ik gezegd heb, die target dat is een button, dat weet ik zeker. Haal daarvan het eerste teken af. Dus begin te kijken op positie 0 en neem daarvan één teken. Dat levert één letter op. Dat levert een substring op, moet ik zeggen. En daarvan pak je het eerste karakter. Dus dat is een klein beetje veel werk om het eerste lettertje van een string te pakken. En daarvan trek je het cijfer 0 af. En dat heeft het effect dat je uiteindelijk een digitale waarde, een int-waarde krijgt. En die plakken we erachter. En
Dan zetten we dat ook nog even op het scherm om te kunnen zien dat je buiten de GUI ook ziet dat deze methode aangeroepen wordt. En vervolgens zetten we die, plakken we dat digit, dat cijfer, dat plakken we achter de al bestaande cijfers in datzelfde ding terecht. Dat zien we hier nog een beetje uitgelegd. In deze methode wordt de koppeling gemaakt tussen de knop en de action handler. In deze daar zien we dat we een methode hebben die een action event heeft, die kunnen we gebruiken. En dat is deze method reference aanpak die we gebruikt hebben. In plaats van wat we hier deden met deze lambda expressie, wat we veel zien gebruikt worden in de voorbeelden van de MOOC. En de derde aanpak is, weet je wat, we hebben zoveel knoppen van dezelfde soort. We kunnen beter aan de knop zelf vragen welke inhoud dat die heeft, zodat we niet al die knoppen nog een keer, voor al die knoppen een aparte lambda expressie moeten opzetten. Soms is het een kwestie van keuze maken, soms is het enige handiger als het andere. In veel gevallen zul je zien dat de lambda approach best aantrekkelijk is. Want ik op één plaats de knop maken, meegeven wat hij moet doen en that's it. En dan is je werk wat GUI implementatie betreft is gedaan. En ja, hier zie je dan bijvoorbeeld dat het event, dat je vraagt aan het event van waar kom je vandaan? Wie heeft jou veroorzaakt? En dan zal dat event zeggen, zo, okay, ik was deze widget, deze component in de JavaFX tree. En omdat we weten dat het een button is, kunnen we die casten met de button naar een button met deze expressie. En vervolgens dat resultaat van die twee samen, dat heeft een getText methode. En daarvan kunnen we die string van halen, maar dat had ik al verteld. Nog een keer teruggaan over over de duidelijke scheiding tussen GUI applicatie en GUI stuk. GUI applicatie en wil ik nog zeggen, draad kwijt. En business logica, juist, duidelijke scheiding maken. Het geeft geen blijk van een goede programmeurschap als je die twee dingen met elkaar vermengt. Dus als je een GUI applicatie maakt waar allerhande business logica in zit. Als je dat blijft doen, bij simpele applicatie is dat niet zo heel erg spannend, omdat je dan dat GUI framework wil leren kennen. Maar als je een serieuze applicatie maakt, altijd een goede scheiding maken tussen de business logica en het GUI gedeelte van je applicatie. Om de simpele reden dat dat uiteindelijk levert tot een nette architectuur. En dat is ook precies wat we gaan voordoen. Het komt ook regelmatig voor dat je meerdere knoppen gebruikt en die knoppen allemaal dezelfde behandeling moeten hebben. Nou, de constructor heeft een knop een standaard look and feel. Die heeft een standaard input en tekst die erop staat. Of in dit geval bijvoorbeeld wil ik er een cijfer opzetten. En dan is het verstandig om voor dat soort knoppen die je vaker nodig hebt om daar simpelweg een methode van te maken. Die zoiets als create button heet in dit geval. Die geef je de informatie mee die je dat ding wil laten hebben. En dan vervolgens maak je zo'n button en dan configureer je die door een aantal operaties op die button op te roepen. Bijvoorbeeld het zetten van de ID, door een D voor te plakken bijvoorbeeld. Dat hoeft niet eens, maar dat is in dit geval daarvoor gekozen. En de action handler aan koppelen. En hier kiezen we dus weer die method reference approach. Door eventueel de rendering aan te passen, zoals de font grootte aan te passen. Of andere styling elementen toe te voegen aan deze knop en vervolgens dat resultaat terug te geven. Dan kun je deze methode aanroepen in het bouwen van je applicatie, dus in de startmethodes. Dan maak je heel die GUI, die layout, je voeg je knopjes toe en dan komt het allemaal tot leven. Wat we ook nog zien in normale applicaties is dat je parameters kunt meegeven op de commandoregel. Dat gaat bij JavaFX een klein beetje anders. Ik vind het een klein beetje vreemd moet ik zeggen, maar je zult zien dat je die parameters die je krijgt, die je alsnog kunt doorgeven aan je applicatie via de launch methode. Dat is de methode waarin je de applicatie opstart. Ik denk dat het de application launch methode is die je kunt gebruiken in je applicatie. Dan maakt de MOOC nog gewacht van het feit dat je meervoudige scènes kunt hebben. Dus je kunt op die stage verschillende scènes uitvoeren en daar komt het idee ook vandaan. Je applicatie gaat van de ene view naar de andere, dan wissel je van scène. Dan ga je met het volgende stuk verder. Je maakt bijvoorbeeld een wizard om configuratie te doen.
Dan kan dat. En dan kun je vervolgens in die stage een nieuwe scène zetten waarin dan andere knoppen, andere grafische elementen vertoond worden enzovoort. Het is even van belang om te bedenken dat een node, bijvoorbeeld een knop of een textfield of een label, dat soort, die mogen maar in één boom of subboom terugkomen. Je mag een knop niet meerdere keren gebruiken in dezelfde GUI en ook niet in verschillende scènes. Als je dat probeert te doen, dan zul je zien dat JavaFX of een exception gooit of de knop simpelweg verwijdert uit de andere boom, en zodat je hem daarna kwijt uit die andere boom kwijt bent. En dan ben je fouten aan het zoeken die moeilijk te vinden zijn. Dus denk eraan, een knop mag je maar in één scène gebruiken. Als je een knop nodig hebt in een andere scène, moet je simpelweg een nieuwe knop maken. Maar dat is niet zo moeilijk zoals we hier al gezien hebben in deze methode. Om het een en ander te laten zien, ga ik eerst wat demonstreren. En dan gaan we een klein, heel simpel spelletje maken. Het spelletje is paper, schaar, steen of zoiets. Rock, paper, scissors. Of ik weet even niet meer hoe het precies heet. Maar in ieder geval, dat gaan we doen. En dan gaan we zien hoe dat tot stand kan komen. Maar voordat ik dat doe, maak ik eerst even wat anders. Even kijken. Ja, oké. Mijn NetBeans die staat hier te lummelen. Dat is uitstekend. Dat kunnen we even afzetten hier, want dat hebben we niet meer nodig. En ik zal eens kijken wat ik hier heb staan. Als ik in de examples directory ga, dan kan ik eens eerst even gaan naar dit BAF-project. Ik weet al niet wat het precies doet, maar daar komen we vanzelf achter. Door NetBeans dat project te laten openen. En nog even denken of ik nog weet wat ik hiermee wil laten zien. Oh ja, haha. Dit is een demonstratie van het laatste dingetje wat de MOOC in zijn opgave noemt. Dat je een kunt wisselen tussen twee scènes. Dit is die back-and-forth application. Ik heb hem simpelweg gekopieerd van het voorbeeld van de MOOC. Om te laten zien dat dat ook inderdaad werkt zoals bedoeld. Dat doe je door het project te klikken en op deze run-knop te duwen. Dat is deze hier. En dan zie je dat er wat misgaat. Even kijken wat er aan de hand is. Ik weet niet of ik daar veel tijd aan wil besteden om dat probleem op te lossen. Even kijken wat er gebeurt als ik hem netjes bouw. Dat zou best kunnen zijn dat dat nog eens eerst moet gebeuren. Ja, nou, laten we zien wat er gebeurt. Nou, dat wil niet. Dat laat ik even zo, want ik ga er even vanuit de andere applicaties wel werken. En als dat niet zo is, dan moet ik het daar problemen op lossen. Maar in ieder geval, dit is die Black and Forth application waarbij je een scène hebt en waarbij je twee knoppen hebt ingebouwd. En meer is het niet. En die twee knoppen wisselen van scène. Dus je ziet hier dat deze de backknop die zet de scène op het eerste, op second. En de fourth knop die zet de scène op de first. En dat is het hele wat er gebeurt. Dus je ziet dat de eerste scène, de window set scene is de eerste. De applicatie maakt hier ook een window van. Ik vind het net zo handig om dat gewoon de stage te noemen. Want dan blijven we gewoon in de terminologie van filmwereld en van JavaFX. Dus we, in die stage zetten we een simpelweg een nieuwe scène neer. En dat is feitelijk wat er gebeurt. Je wisselt die twee scènes uit door op die knoppen te drukken. En zo kun je dat realiseren. En dit is zo'n beetje de simpelste JavaFX applicatie die je kunt bedenken. Ik vraag me even af waarom dit niet doet. Maar daar gaan we niet al te veel tijd in stoppen. Het lijkt toch allemaal redelijk in orde. Back and forth application. Nou, ik laat het even voor wat het is. Ik vind het niet zo erg spannend. Want dat is zo'n beetje het minste probleem. En dat is ook niet de meest leuke applicatie die we kunnen maken. Laat ik naar die andere applicatie gaan die daarnaast staat. Die maken we ook even open. Je ziet ook dat ik de GUI van NetBeans bijna niet gebruik. Dat ik altijd met mijn commandoregel naar de juiste directory fiets. En dan tegen NetBeans zeg ik, maak deze directory maar open als project. En nou heb ik het natuurlijk net fout voorgedaan. Maar dat is helemaal niet erg. Maar daar kan ik goed tegen. Tenminste, redelijk goed tegen. Dan kan het NetBeans nog een keer zeggen van maak me het demo project open. Kan ik simpelweg de directory naam aan me geven van het demo project.
En op die manier heel snel een project openmaken en ook niet meer projecten open hebben staan in NetBeans als feitelijk nodig. Waarom is dat van belang? Nou, wat NetBeans probeert te doen is allemaal op te letten dat er niks verandert in die directories. Ook niet als iemand anders daar van buitenaf bezig is en dat kost tijd. Dus een hoop projecten open, dat maakt NetBeans langzaam. Dat heb je ook wel gemerkt in de MOOC. Dus je kunt beter maar 1, 2 of 3 projecten openmaken. En als je die klaar hebt, dan sluit je ze af en dan maak je het volgende project open. En met behulp van het gebruik van de commandoregel is dat zo simpel als wat. Hè? Je loopt naar de juiste directory, zegt tegen NetBeans, hier moet ik zijn, puntje. En dan ben je daar. Wat wilde ik in deze applicatie laten zien? Moet je wel meespelen. Ja, het gaat dus goed. Wat wilde ik in deze applicatie laten zien? Dit is ook weer een afgeleide van een van de voorbeelden. In deze applicatie laat ik even zien wat ik net uitgelegd heb. Ik maak hier iets wat lijkt op een rekenmachine. Het is nog lang niet af, maar het laat wel de eerste aanzet zien. Deze twee teksten die laten zien welke Java-versie dat je hebt en welke JavaFix-versie dat je hebt. Dat komt simpelweg uit de oorspronkelijke applicatie. Vervolgens maak ik een tweetal knoppen. En je ziet aan het geel wat eronder staat dat ik die al helemaal niet meer gebruik. Daar ben ik blijkbaar mee aan het experimenteren geweest. Dus ik laat die heel eventjes weg. Want die worden zelf voor de rest niet meer gebruikt. En vervolgens zie ik hier dat ik ook nog iets doe met de parameters die het programma krijgt. Ook dat vind ik op dit moment niet zo heel erg van belang. Dus daar maak ik ook maar even commentaar van. En dan begint het spel met de Java-versie en de JavaFix-versie op het scherm te zetten. En als ik dat oorspronkelijke programma laat zien, dus ik laat heel eventjes alle andere rommel weg, dan moet ik kijken, dan moet ik ongeveer hier zijn. Nee. Even kijken. Ik moet die label laten zien. Ja, ik moet die label laten zien en voor de rest niks. Die verticale box wil ik ook nog hebben. Dus die laten we dan maar even leven. En laat ik dit programmaatje eens proberen uit te voeren. Ik hoop dat wel wil nu. Dat zullen we zien. Weg hebben, verschijnt die op het verkeerde scherm. Dan ben ik hem natuurlijk kwijt. Nee, kijk, dat valt wel mee. Het ding staat midden op het scherm. Je ziet hier dat hier onderin een tekst staat. Hello JavaFix 13. Blijkbaar is dit JavaFix versie 13. En de JVM die we draaien is 11.0.9. Dat is inderdaad de JVM die ik heb gebruikt om NetBeans op te starten. En dus ook impliciet deze applicatie. En laten we vervolgens kijken wat we nou kunnen doen met deze GUI. Door er simpelweg wat mee te spelen. Eerst stukje laat ik even weg. Dus wat hier staat vind ik allemaal niet zo spannend meer. Nou, ik laat het toch even als commentaar staan. Het eerste wat ik ga doen, ik ga een aantal knoppen toevoegen. En als ik dat netjes opschrijf op de Java 8 stijl, zoals de MOOC dat zou verwachten, zou deze var zo button array moeten zijn. Dus een tweedimensionaal array van buttons. Waarom? Nou ja, we zijn allemaal gewend... Oh, sorry, mijn fout. Een tweedimensionaal array van int. We zijn allemaal gewend dat de rekenapparaten die hebben een cijferblok van in totaal 9 cijfers 1 tot en met 9. En vervolgens staat er op een aparte rij, links of rechts daarvan of er beneden, staat het cijfer 0. Soms een groter of kleiner, maar dat doe ik even niks aan. Dus dat zijn de knoppen met de cijfers die ik wil gaan maken. Die knoppen, die maak ik door dat array heen te lopen. Dus ik loop met... behulp van een for loop, lus, door dit buttons array heen. En dan krijg ik telkens één van de arrays in dat array. Dus je krijgt de rijen van dat array. Dus als eerste krijg ik 7, 8, 9, als tweede 4, 5, 6, als derde 1, 2, 3. En als laatste krijg ik een array met lengte 0 en met lengte 1. En dat bevat dan het getal 0. Wat doe ik dan? Ik maak een horizontale box. Je kunt je voorstellen dat je een doosje hebt die je straks in de GUI zet. En daar kun je elementen aan toevoegen. En als je spullen in een horizontale box stopt, dan komen de spullen allemaal achter elkaar in de volgorde waarin je ze erin stopt. Dus in dit geval zou dat betekenen dat ik een knop maak, een create button doe. En dat levert een knop op. En die knop bevat precies het cijfer wat hier staat. Dus als eerste zal het cijfer 7 gevonden worden. Daar wordt een knop bij gemaakt. En die wordt als element toegevoegd aan die horizontale box. Dus ik krijg eerst een 7. De volgende stap krijg ik de 8. De volgende stap de 9.
En vervolgens is deze rij uitgeput. En dan gaan we naar de volgende rij. En dan maken we een nieuwe horizontale box. Omdat dat dit hele stukje twee voor lussen in elkaar zijn. Dus de binnenste lus die voegt cijfers toe aan een horizontale box. En de buitenste lus die voegt horizontale boxen toe aan een verticale box. Want dat zie je hier ook. In regel 41 wordt een verticale box gemaakt om al die knopjes toe te voegen. Vervolgens is er ook nog een tekstlabel. En die tekstlabel dat krijgt een ID, want ik wil dat ding kunnen aanspreken. En ik zet dat tekstlabel ook ergens neer in een layout. Layout is, even zien waar layout gedefinieerd is. Oh ja, layout is hier een border pane. En wat betekent border pane? Nou, dat kan ik het beste hier laten zien. Een border pane is niks anders dan een pane. Een ruit, letterlijk betekent dat een ruit in een window. En een border pane die heeft een aantal bereiken. Dat die heeft namelijk een bottom bereik. En natuurlijk ook een top bereik. Zo heet dat. En een center bereik. Center. En dan weet ik, dan zal dit wel left heten. En dat zal ik zomaar raaien. En dat zal right heten. En je kunt die coördinaten, dus die posities, kun je aanspreken bij het toevoegen van elementen aan deze border pane. Dus dit is een border pane. En op die manier kunnen we al een heel eenvoudige layout maken. En in dit geval kies ik ervoor om dat tekstlabel in de top neer te zetten. Vervolgens die knoppen in de center te positioneren. Dat wil zeggen die V-box die ik maak en gevuld heb met H-boxen waarin die cijfers staan. Die voeg ik toe aan het, even kijken, aan het center van mijn digits. Aan het center van mijn V-box. Van mijn, border pane. En dat tekstlabel zet ik aan de bovenkant neer. En zoals je wellicht al gezien hebt, is dat label met Hello Java Fix, Java versie enzovoort. Dat komt onderaan te staan en dat is het label wat hier beneden staat. Daar staat bottom. Nou, als we dit hele ding eens laten lopen. Wacht even. Misschien nog eventjes laten zien dat we dat create button dingetje, wat we eerder hebben gezien, dat hier gebruikt wordt. Dat is een private methode. Wat mij betreft mag die ook gewoon zo zijn, zonder private ervoor. Ik vind dat zelf beter. En je ziet dat we hier die knop maken. Die knop geeft een ID. Die knop geeft ook een actie. En die actie is deze methode uitvoeren. En dat ding geeft ook een font. Dat font is gespecificeerd als een iets groter font. Zo, dat is de letters wat groter zijn op die cijferknoppen. En dan, vervolgens geven we die knop terug. En dat hele ding wordt gebruikt en op deze plaats in mijn code. De actie die we uitvoeren als we een knop indrukken, dat is hier gespecificeerd. Dat is deze button click methode. Die krijgt een action event. En dat action event, daarvan vraag ik de target. Dus welke knop is het geweest? En dan vraag ik aan die knop, geef mij jouw string. En haal daarvan het eerste cijfertje. Maak daar een integerwaarde van. En voeg dat toe aan... laat dat zien op het scherm in de console. Dat zien we dus hier beneden. Oh, dat zien jullie niet. Pardon, meneer. Ja, nee, ik heb het in de gaten. Ik snap het. Ik ben aan het wijzen naar dingen en jullie zien niks. Dat zal je bedoelen, toch, denk ik? Ja, nee, dat wou ik nog wijzen. Ja, precies. Dankjewel voor de opmerking. Dat is wel zo handig. Dus doe nog eventjes terug. We zien dat we hier een create button methode hebben. Die roepen we aan. Die is hier beneden gedefinieerd. En dat mag ik misschien wel een beetje groter maken. Ops, andere kant uit. Groter maken. Die wordt hier, is deze methode gedefinieerd. Die krijgt een cijfer mee, een int. Die maakt een knop daarvan. Zet die int als tekst op de knop. Geeft die knop een ID. Zet de actie op die knop. Dus die zegt van, tegen die knop van als jouw actie uitgevoerd wordt, jouw onaction uitgevoerd wordt, dan roep dan deze methode aan. Ik geef dat ding ook een ander font, dus de letters een beetje groter. En vervolgens in de action die uitgevoerd wordt, deze button-click methode die een action event neemt, dan vraag ik aan dat action event, geef mij jouw target. Ik weet dat dat target een button is, want zo ga ik dit ding gebruiken. Ik vraag die button dan vervolgens, geef mij jouw tekst en haal daar het eerste cijfer vandaan met deze hele riddle.
En trek daar het cijfer 0 vandaan, zodat ik een digit overhoud. Dat is eigenlijk een demonstratie van het hele spul. Ik geef die tekst uit op de console, dus hier op beneden in, de, in mijn IDE. Dus hier beneden in de IDE. En vervolgens zet ik die tekst, voeg ik dat cijfer toe aan de al bestaande tekst in dat tekstlabel. Dus dat tekstlabel dat bovenaan stond in mijn GUI. Laten we eens even kijken wat dat doet. Door dit programmaatje simpelweg te runnen. En dan hoop ik dat dat werkt. Het zal wel, want net deed het ook. Die moet er de knopjes in zetten. En als het goed is, staat dat ding zo midden in mijn scherm. Dat is mooi. Dus als ik die knopjes in ga drukken, dan zie je dat boven in dat label, weliswaar klein, die cijfers komen te staan. En dat het ding doet zoals ik verwacht had. Dus deze simpele organisatie van een aantal knoppen en een label en meer zit er in deze applicatie. Die begint het al aardig te lijken op iets wat een rekenmachine-achtig aanvoelt. Als we het nog een klein beetje fraaier willen maken, zouden we bijvoorbeeld dat label ook nog een ander font kunnen geven. Eens even kijken, ja, dat why not. Dat tekstlabel zetten we hier een ID op, dus dan kunnen we hier ook nog even aanpakken. Tekstlabel.setfont. Dan kunnen we dat font geven. We kunnen dat font ook nog een klein beetje, een serieus beetje groter maken. 24 pixels, dan is het een wat vetter font en dan kunnen we onze repeat knop indrukken om te kijken wat het effect is daarvan is, zodat zowel de label als de knoppen, die hebben dan nu een grotere lettermaat en je ziet dat het direct effect heeft en dat is wel grappig. En je ziet ook hier beneden dat die system out die in die methode button clicked uit aangeroepen wordt, dat ook inderdaad hieronder in de console is. Vaak is het nuttig om dat te doen terwijl je het programma aan het ontwikkelen bent. Dan kun je namelijk precies zien wat door deze methode gevonden wordt. Dat helpt je dus bij het ontwikkelen. Maar uiteindelijk zul je als de applicatie laat draaien, dan zul je deze system out regel weghalen. Dat is het beste. Of er commentaar van maken. En dan, waar is mijn beestje gebleven? En dan vervolgens het programma nog een keer starten. Opschrijven. Druk die hier op. Ja, en dan zie je. Wat heb ik nou weer gewijzigd? Weet niet meer. Oh ja, dan komt er in de console niks meer. Dus dat, dan kan ik die informatie die ik tijdens het ontwikkelen van het programma gebruikt heb weghalen. Dat is een manier om te kijken of het allemaal werkt. Maar als je het serieus neemt en als we deze applicatie zouden willen gebruiken in een performance assessment, dat is denkbaar. Dan zouden we daar testen aan toevoegen. En die testen, die kunnen we nu ook al uitvoeren. Want ik heb wat testen voorbereid. En de eerste test is een hele simpele. En die dat is feitelijk niks anders dan wat hier staat. Er is wat voorwerk gedaan. Hierboven en deze startmethode, die is overeenkomstig met de applicatie zelf. Heb je een startmethode nodig in dit soort tests. Maar feitelijk is dit niks anders als een test die alle knoppen een keer indrukt. Dus die met een for loop lus alle cijfers van 0 tot en met 9 één keer bedient. Door aan de robot te vragen, zoek eens even de knop op die waarvan de ID gelijk is aan D en dan het cijfer. Dus D0 voor het eerste cijfer 0, D1 voor cijfer 1 enzovoort. Het hekje moet ervoor om te zorgen dat deze robot dat herkent als een widget ID. En vervolgens voer ik die query uit. Het lijkt een beetje op wat je met databases doet. Dus daar is ook een beetje naar gemodelleerd. Dus die robot die zoekt in die hele boom. Dan zoekt hij naar een dingetje met een ID, hekje D0. En als hij dat ding gevonden heeft, dan gaat hij daarop klikken. En als hij het ding niet vindt, dan zal hij dat ook zeggen. Ik kan deze knop niet vinden. Dat ga ik zo meteen demonstreren. Maar eerst even laten zien wat de bedoeling is van dit soort tests. Hè. Dus ik ga deze test uitvoeren. Door het project te kiezen en dan vervolgens op dit doosje met dat oog op te klikken. Dat is wat dit ding metaforisch voorstelt. Dat is de testen van het project. Die knop zit er ook in de MOOC. En als ik die indruk, dan zal deze applicatie getest worden. En dan moet ik vervolgens de muis met rust laten. Want die robot die ik gevraagd heb om dit ding te testen, die gaat de controle over de cursor, met name ook over de muiscursor, overnemen. Je ziet dat die langs al die cijfers loopt en vervolgens al die cijfers een keer inklikt en
nadat hij een cijfer ingeklikt heeft, gaat hij ook kijken of dat label, of dat inderdaad de juiste tekst bevat. Dat is wat in deze laatste regel, regeltje 51, gebeurt. Andere kant uit. Dus hier, wat we doen. We vragen een robot, die maken we. Dat is een JavaFX robot. Die vragen van, zoek eens de tekstlabel op. En vervolgens ga je voor elk cijfer dat we kennen, 0 tot en met 9, ga het cijfer, de knop die hoort bij dat cijfer opzoeken in de boom van de widgets. En vervolgens klik je daarop met de muis, de primaire muisknop. En de meeste mensen is dat de linker muisknop. En vervolgens gaan we kijken of de tekst die we in de GUI verwachten, dus de terugmelding naar de gebruiker, of die de juiste tekst bevat. En daarmee is wat deze action handler van die knop moet doen, is daarmee afgehandeld. Eigenlijk hebben we dan wat betreft GUI testen het hele ding gedaan. Hè? Dus alsof je je cameravoering en je settings van je greenscreen, of je dat allemaal getest hebt. De business logica, daar hebben we het nog helemaal niet over. Die business logica die gaan we pas aanspreken op een later moment. Laat ik eens even voordoen wat er gebeurt als je die knoppen geen ID geeft. En vervolgens die testen nog een keer uitvoert. Dus weer hier op de herhaalknop, want dat was de laatste actie. Dat zal opnieuw gecompileerd worden als het mee zit. Dat zal wel. Ja, even kijken hoor. Wat er gebeurt. En dan zie je dat causes an error. There is no node in the scene graph matching the query. Node query nodes enzovoort. Dan komt er een hele riddle uit. En ja, aan het einde, maar dat kunnen jullie net niet zien, jammer genoeg. Wacht even, dat kan ik wel oplossen, denk ik. Float. Aan het einde van deze regel, heel lange regel. Ja, het einde van deze heel lange regel staat lookup by selector hekje 0d. Dus je ziet al dat dit ding breekt af bij de eerste cijfer dat hij niet kan vinden. En dat is een goede zaak, want ja, daarmee heb je aangetoond dat deze test ook inderdaad verifieert dat die knoppen beschikbaar zijn voordat hij gaat proberen te klikken. Dus we maken deze wijzigingen, dat kapot maken van het programma, maken we even weer ongedaan. En dan kunnen we die test weer opnieuw uitvoeren. Dus zo ongeveer kun je een GUI opzetten, een hele simpele natuurlijk. Maar even wachten tot de applicatie er zelf bovenop komt. Die wordt netjes door de muis bediend. Op het moment dat je een GUI-applicatie test met deze methodiek, moet je met de handen van de muis een toetsenbord afblijven. Want anders raakt die test in de war en gaat zeggen dat de applicatie fout is. Terwijl het feitelijk de gebruiker is die op dat moment ook met zich bemoeit met de beweging van de muis. Dus daar moet je even op letten. Mocht je dit soort testen tegenkomen in een performance assessment. Er stond in het voorbeeldapplicatie nog een tweede programmaatje bij. Dat heet System Info. En dat doet niet meer als twee systeemeigenschappen, twee system properties opvragen. De eerste is de Java versie en de tweede is de JavaFX versie. Ja, dat wordt gebruikt in de GUI. Oké, dat was de eerste demonstratie. En dat zou al de nodige informatie moeten verschaffen die jullie zouden kunnen gebruiken bij het maken van een GUI-applicatie. Zijn daar nog vragen over? Nee, voor mij is het redelijk duidelijk. Ja, is redelijk duidelijk. Oké, dan gaan we naar het volgende stukje. Ik heb al een tijdje terug. De aanleiding daarvoor was de enums. Daar heb ik al een voorbeeldje gemaakt om een soort console of een tekstgebaseerd applicatietje te maken. Een heel simpel spelletje. En dat is Rock, Paper, Scissors. Waarbij de gebruikers een input kunnen geven. Het spelletje kennen jullie wellicht allemaal. Ik dacht in de Duitse klas, ik heb Duits gelegd, maar hier ook nog eventjes. Je hebt een stuk papier, dat is de hand zo vlak houden. Je hebt een schaar, dat is dit symbool geven. Ik weet niet wat de nette manier is, maar dat mag even niet uit. En er is ook nog zoiets als een steen of een rock. En dan is het zo dat als je een papier, de ene heeft een papier en de andere heeft een rock, dan wint het papier. Want het idee is dat papier, daar kun je een steen mee inpakken. En dan verliest de steen. Als ik daar tegen een schaar heb en die tegenover een rok zegt, dan kan die rok kan die schaar kapot maken of bot maken, of hoe je het wil beschrijven.
Je begrijpt ook dat als ik een stuk papier heb en ik zet dat tegenover de schaar, dat die schaar dat papier dan kapot kan knippen. Dat is dus ongeveer het spel. En het komt erop neer dat die drie partijen in dat spel, die maken die handbeweging. Sorry, het zijn altijd twee partijen. Die twee partijen maken de handbeweging en bepalen dan wie er van die twee gewonnen is. Dat is een manier om een of ander iets te bepalen. Hè? Bijvoorbeeld de volgorde van wie eerst mag en wie tweede is. Net zoiets bij wat je zou doen bij spelletjes van vroeger op straat, tikkertje of partij kiezen, geen idee. Maakt niet uit, maar dit is in ieder geval het spel. En dat spel heeft als eerste kunnen we het gedrag van dat spel vastleggen in een enum. En dat is nog een stukje opvolging van de les van 3 weken geleden, les 10, waar we het over enums moesten hebben. En die enums, daarin kun je een waarde vastleggen. Een enum betekent niks anders als een enumeratie. En een enumeratie in het Engels betekent dat je de elementen van de verzameling kunt opnoemen. Dus dit is een eindige verzameling van alle elementen die een eigen naam hebben. Bijvoorbeeld, het meest bekende voorbeeld is de dagen in de week, of de maanden, de namen van de maanden in het jaar, maar ook de kleuren van de kaarten in het kaartspel. De stukken op je schaakbord, wat nog meer, de getallen die voorkomen op de kaarten van je kaartspel en wat iets meer zijn. Dus al boer, vrouw, koning in het Nederlands, dat zijn de elementen die voorkomen, maar 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Dat zijn de elementen die op kaarten kunnen voorkomen en die kun je vast, omdat het een beperkte verzameling is en die verzameling is ook altijd constant, die is altijd bekend. Er komt niks bij en er gaat ook niks vanaf. Die kun je heel mooi in een enum uitdrukken. En dat wordt al heel lang gedaan in programmeertalen. Maar de meeste programmeertalen kiezen ervoor om die enums dan simpelweg nou ja, eigenlijk niet veel meer te maken als een integer, een intwaarde. De 0 is het eerste element, 1 is het tweede element enzovoort. Dus voor elke integerwaarde heb je een toekenning van een waarde, bijvoorbeeld. De dag van de week, de maandag zou 0 kunnen zijn, de dinsdag 1 enzovoort. Dat is een aanpak. Maar in Java hebben ze daar een draai aan gegeven. Een draai, omdat we ze sowieso wisten, hey, dat enum ding dat moet een reference type worden, hebben ze het zo gemaakt dat reference type ook nog wat bijzondere aardige eigenschappen krijgt. De eerste eigenschap is, het is een gewone klasse. Weliswaar een klasse die je verder niet kunt extenden, want zo'n enum is de eindige van die hele verervingsreeks. Je kunt een enum dus niet verder uitbreiden en dat heeft te maken met het feit dat je een vast aantal waardes wil hebben. Maar wat je wel kunt doen, je kunt die enum fields geven, dus waardes geven, en je kunt die enums ook nog een keer methodes geven. En dat is heel erg krachtig. Mijn mening daarover is dat het zodanig krachtig is dat je die eigenlijk, als het kunt gebruiken, maar enigszins moet gebruiken, want die maken het mogelijk om precies die methode te specialiseren. Dat wil zeggen, die methode te overschrijven voor een enumwaarde die je nodig hebt. Ik heb hier in dit naïeve voorbeeld, want dit is niet de perfecte oplossing, maar in dat naïeve voorbeeld heb ik even laten zien hoe je met behulp van een methode die je overschrijft, dus de beats-methode, kunt vaststellen of deze value wint van de andere. Nou, en als het alleen maar over een booleaanse waarde gaat die teruggegeven wordt, en dat is wat hier gebeurt, dan is het zo dat die rock die beats de scissors. In paper betekent diezelfde methode dat de beats methode, als die andere de rock is, dan is beats true en anders false. En voor de scissors geldt, als de andere de paper is, levert de beats de waarde true op en dat is het hele verhaal. En op die manier kun je dus elk van die values een specialisatie geven van deze methode. En dat kunnen zelfs meerdere methodes zijn die je zou kunnen overschrijven. Je zult zien in Java 2, of sorry, in PHP 2, dat we dat veelvuldig gaan gebruiken, met name om gedrag te modelleren, om state machines te maken, dat een onderwerp is van, denk ik, van het volgende semester. Hoe hebben we dat vastgelegd? Je ziet ook hier iets heel bijzonders. We hebben hier een klasse. Normale klasse, min of meer, een enum, maar we kunnen daar nog steeds een abstracte methode in schrijven, mits we die maar in elk van die values implementeren. En dat is precies wat hier gedaan wordt. Dus met behulp van deze regel heb ik ervoor gezorgd dat al deze RPS-elementen, al die values, rock, paper en scissor, dat die allemaal deze methode hebben. Dat is de manier waarop ik het declareer en de specialisatie voor rock, paper en scissor wordt gedaan door in die value zelf die methode te overschrijven.
officieel is het eigenlijk, maakt het eigenlijk voor ROC een anonieme inner class. Maar dat is iets wat we nu nog niet zo heel erg precies hoeven te weten. Maar in ieder geval weet dat dit kan. Als je nou feitelijk kijkt naar het spel Rock, Paper, Scissors, zijn er drie mogelijke uitslagen. Je hebt, de ene heeft een rock en de andere heeft een paper. Dan is duidelijk wie er wint. Dan wint het paper. Maar als ze allebei rock hebben of allebei paper hebben of allebei scissors hebben, dan is er een zogenaamde tie of draw. Zo ook draw kunnen hebben. Dat is het gelijkspel. En dat is ook dat is de derde uitkomst. Dus met een boolean alleen komen we er niet. Vandaar dat we er iets meer moeite voor doen om te zorgen dat we die rock, paper, scissors beter gaan realiseren. En wat we dan doen, in plaats van een booleans resultaat, kiezen we een nieuwe enum om het resultaat van zo'n match, van zo'n ene rock, paper, scissors match vast te leggen. En die mogelijkheden die er zijn is tie, allebei hebben we dezelfde waarde, win, de ene wint van de ander, of lose, deze wint van de ander, verliest van de ander. Dat kunnen we zo vastleggen. En dat hebben we hier dan vervolgens even kijken. Dit hebben we nog steeds hetzelfde stukje code staan wat hierboven stond, want voor beats is dit meer als zat. Maar stel nu even dat we met behulp van die andere, met een nieuwe methode gevoegd aan deze ene. En die methode die heet CW beats. En dan moet ik even denken, wat was dat ook alweer? Oh ja, CW komt van clockwise beats. Dat wil zeggen, als ik in dit plaatje met de klok mee kijk, dan is scissors. Dat kun je niet zien. Ik moet met de muis wijzen. Jawel, je kunt het wel zien. Maar dan moet ik een beetje precies wijzen. Die scissors die wint van... die scissors die wint van paper. Paper wint van rock. En rock wint van scissors. Dus dat gaat met de klok mee. Vandaar clockwise beats. Dat die methode clockwise beats heet. En wat kunnen we dan doen? Dan kunnen we simpelweg kijken wat de afstand is tussen die twee dingen. En dat lijkt hier een hele ingewikkelde formule, maar het is niet meer dan kijk hoe ver dat ding waar je naar kijkt, kijk hoe ver dat andere ding van je vandaan ligt. En dan gaan we weer terug naar dat plaatje, want de theorie van dat rock, paper, scissors spelletje is heel eenvoudig. Hoe ga ik dat doen? Oh, dat gaat wel. Zo, kan ik erbij. Bijna. Nog lager. Oops. Zo ongeveer. Met deze, als ik met rock kijk en ga vervolgens in de klok, met de klok mee naar, moet ik even kijken hoe ik dat doe, want dat, Zo, met de klok mee naar rock, dan ga ik met de klok mee, weet ik dat als de afstand tussen paper en rock 1 is, dan win ik. Dus als de afstand in die richting 1 is, dan win ik. Als de afstand tussen dit ding en die andere 2 is, dan verlies ik. Want die staat achter me, zeg maar. Die staat in de klok, met de klok meelopende richting, staat die achter me. En die wint van mij. Dus op die manier kun je vaststellen wie in het spel van rock, paper of rock, scissors of paper, scissors of paper, rock, wie er dan wint. Door simpelweg te kijken, wat is je buurman? Is de afstand 1 in de klok, in de klokrichting manier, of is die 2? Als die 1 is, dan win jij. Als die 2 is, dan wint de ander. Dan is het dus een lose situatie. En dat kun je simpelweg berekenen, want bij de Java enums, net als al die andere enums in andere talen, is de positie waarin je die elementen gedefinieerd hebt, is precies hetzelfde als het nummertje in de reeks. Dus als ik in dit plaatje rock als eerste gezet heb, dan betekent dat hij op positie 0 staat. Paper staat op positie 1 en scissors staat op positie 2. Dat betekent dat ik kan vragen, wat is mijn ordinale positie in het arraytje van values? Trek dat af van de ordinale waarde van de ander, maar zorg wel dat het in het bereik blijft van 0 tot en met 2. En dat doen we door deze module operatie toe te passen. Dat dingetje hier. Die zorgt ervoor dat het getal wat daaruit komt, uit deze aftrekoperatie, dat die niet buiten het bereik komt van de values die ik wil hebben. En daarmee bepalen we de afstand tussen deze steen, of deze value, dus bijvoorbeeld rock, en de volgende, bijvoorbeeld paper. En dan weten we dat die afstand is 1 of min 1.
En dan weten we dat we winnen of verliezen afhankelijk van de waarde. Let ook even op dat we steeds naar die andere kijken. Even kijken of ik dat goed doe. Ja. Door die twee zaken van elkaar af te trekken. En we weten ook dat wat hieruit kan komen, dat dat een waarde is tot, tussen 0 en 1. 0 tot en met 2. En afhankelijk van die uitkomst kunnen we dan bepalen of het een gelijkspel is, een tie. Of dat ik win, deze value wint van de ander. Of dat deze value verliest van de ander. Dus daarmee zijn de hele regels van deze business logica vastgesteld. Ja, uiteindelijk kunnen we dat nog korter opschrijven, want dit is niet veel meer als het opzoeken van een waarde in de enums van die hierboven staan. Dit is positie 0, dat is positie 1 en dat is positie 2. Dus die switch case instructie die ik hier gebruik, die jullie misschien nog helemaal niet gebruikt hebben, die heb je niet eens nodig, want je kunt dat simpelweg doen door de waarde die je hier gebruikt hebt, dus dat is dezelfde als die hierboven staat, te gebruiken om het element uit die movie result values, die move result values op te halen en die te gebruiken om je waarde te presenteren. Uiteindelijk hebben we nog een voor die niet grafische applicatie hebben we nog een hulpmethode gemaakt. Het is best lastig als je steeds ROCK of PAPR of SISOS, met name is het lastigste woord, als je dat compleet in moet typen om het goed te krijgen, en anders dan crash die applicatie. Dat wil je allemaal niet. Dus op een gegeven moment heb ik gezegd, weet je wat, ik wil alleen maar de eerste letter intypen. Een hoofdletter of kleine letter moet niks uitmaken. Als ik die vind, dan die ga ik simpelweg zoeken in mijn array. Dus hier is een hele simpele zoeklus die een startstring zoekt in de waardes van die enums. Wat ik daarbij impliciet bekend veronderstel, maar dat weten jullie misschien nog niet. De textuele representatie van zo'n enum is... By default, dus standaard, is dat simpelweg de tekststring die overeenkomt met de definitie, met de naam. Dus als ik aan Rock vraag, geef mij toe string, dan zal hij zeggen Rock. En hetzelfde geldt voor Peper. Die zal zeggen, ik heet Peper, mijn toestring ziet eruit als Peper. En dus als je die toestringmethode niet overschrijft, komt er precies uit zoals je die beestjes genoemd hebt. En in dit geval vraag ik van die values allemaal de... ik vraag alle values op. Kijk naar de naam, kijk daarvan of dat begint met de letter die ik binnengekregen heb, nadat ik die letter omgedraaid heb in een hoofdletter, zeker gemaakt heb dat dat een hoofdletter is. En als ik die vind, dan geef ik die waarde terug, en als ik niks vind, dan geef ik 0 terug. En dat kun je in je applicatie gebruiken. Dat laatste stukje ga ik niet laten zien, want dat was voor het geval dat we aan de niet-grafische applicatie zouden werken. Maar de business logica is precies hetzelfde. En zoals ik in het begin van de les al zei, als je een goede scheiding maakt tussen business logica en de GUI applicatie, kun je die business logica op meerdere plaatsen gebruiken. De eerste plaats in test, dat is de meest belangrijke reden om dat te doen. Tweede is, je kunt er ook een niet-grafische applicatie van maken. Je zou het ook nog aan een webapplicatie kunnen hangen. Bij dit spel is dat nu niet erg bijster interessant, maar het gaat om een idee. Of een goede applicatie zoals we dat hier gezien hebben. Als we dat ook nog eens een keer gaan vertonen in een klassendiagram, dan is het misschien wel meer als je zou willen weten dat het toch uiteindelijk best wel een ingewikkeld stukje code is geworden. En dat heeft alles te maken met dat feit dat je die informatie van elkaar wil scheiden. Op de eerste plaats, het grijze stukje is het stukje wat voor gedeelte door de Java FX-bibliotheek geleverd wordt. Dus dat is dat stukje wat hier staat. Dus ik heb een applicatie en een event handler, dat heb ik besproken. Ik heb knoppen en labels. Meer dingen zijn op dit moment niet zo heel erg interessant, hoewel er nog veel meer in die applicatie zit. En dat wordt gebruikt door dit andere grijze deel. En dat andere grijze deel, dat is de applicatie. En waarom heb ik dat grijs gemaakt? Nou, de GUI, dat is het de GUI, die staat, dat is die RPS-app. Die maakt weliswaar gebruik van JavaFX, maar als we kijken naar de business applicatie, dus de business logica, die heeft verstand van al die gele stukjes. Dat wil zeggen van rechts naar boven een show result, dat is een interface dat geïmplementeerd wordt door die grijze applicatie. En de twee enums, de rock, paper, scissors enum en de move result enum, dat zijn die twee enums. En vervolgens die hele klasse die daarboven staat, die heet RPS Business. Dus dat is dus de business logica. Die gebruiken dat taaltje van die enums. En die maken die
businesslogica mogelijk. Maar als je nou kijkt naar die kleuren, dan zie je dat die gele dingen helemaal gekend zijn door de businesslogica. Maar die businesslogica zelf weet niks, helemaal niks, van die applicatie. En die weet ook niks van JavaFX. Dus dat is een hele mooie scheiding gemaakt tussen wat je doet om een grafische user applicatie te maken en wat de business logica is. En zo zou je al je applicaties moeten opbouwen. Met het voordeel dat je die business logica kunt hergebruiken. Het belangrijkste hergebruik is in je tests. Zodat je die business logica kunt testen, veel sneller kunt testen. Zonder gebruik maken van je GUI. Want GUI applicatie testen duurt altijd veel langer. Als de business logica zelf testen, dat gaat veel sneller. Dat gaat een orde van milliseconden en zo'n goede applicatie. Je zag al dat die muis tamelijk langzaam over dat scherm gaat, omdat er nog een hele hoop moet gebeuren in de achtergrond voordat je kunt gaan testen of het effect ook bereikt is. Dus dat moet je allemaal kalm aan doen. En dat betekent dat je goede applicatie testen veel tijd kost, maar ook dat het ook nog eens veel werk zou kunnen zijn om dat stukje van je applicatie te testen. Dus dat gaan we niet doen. Buiten dat, als je op deze manier je opdeling maakt van je applicatie, kun je je voorstellen dat je deze gele code, dat je dat laat doen door de mensen die verstand van zaken hebben van de business. Bij dit spelletje is het natuurlijk vrij simpel, maar denk even, het gaat over een verzekering of een bankapplicatie of iets wat in je auto moet. Dan zijn dat toch specialisten die verstand hebben van wat er feitelijk moet gebeuren. En er zijn andere mensen die kunnen een goede applicatie goed maken door die mooi te maken, die aantrekkelijk te maken, door die gebruikersvriendelijk te maken en consistent te maken en weet ik wel allemaal. Dat zijn andere kwaliteiten met mensen die kwaliteiten hebben. Dus het zijn twee verschillende groepen die elk hun specialisme kunnen uitspelen. En als je op deze manier je applicatie scheidt, kun je dat ook mooi realiseren. Dan kun je die mensen die die RPS application, dat GUI deel maken, die kun je hun eigen werk laten doen. Het enige wat je met hun moet afspreken, hoe praat ik van RPS app terug naar de business logica? Dat zou kunnen zijn door deze show result methode aan te roepen. Dat is zeer waarschijnlijk wat er gebeurt. En de weg terug van de business logica naar de applicatie gaat dat via dit interface. Dus dit is eigenlijk de enige afspraak die je maakt tussen die twee. De applicatie, die GUI applicatie, die implementeert een interface met een of meerdere methodes. En die GUI applicatie zelf kan praten tegen de business logica met ook een bepaald aantal methodes. Dat zou je in een interface kunnen vastleggen. Daar is hier niet voor gekozen. Dus die business logica heeft een aantal, zeg maar, publieke methodes die je kunt aanspreken vanuit een GUI of vanuit een andere applicatie. En de business logica zelf, die maakt dan gebruik van het interface wat je gedefinieerd hebt, zodat je je zaken netjes van elkaar gescheiden houdt en je die zaken ook afzonderlijk van elkaar kunt testen. Je kunt zelfs die RPS app, dat GUI gedeelte, testen zonder dat je een feitelijke business applicatie hebt. Zodat je zeker weet dat die componenten, voordat ze bij elkaar gebracht worden in de uiteindelijke applicatie, dat die allemaal afzonderlijk hun kwaliteiten hebben laten zien. Nou, laten we dat eens zien in onze IDE. En dat doen we door eerst even dit project maar af te sluiten, want dat heb ik niet meer nodig. Dan moet ik in mijn commandoregel naar de andere applicatie lopen. Nee, dat is niet goed. Ik moet hier simpelweg kijken naar de directory inhoud. En dan NetBeans starten met het project Rock, Paper, Scissors. En dat Rock, Paper, Scissors spelletje, dat, even kijken wat ik hier gedaan heb. Ik ga het eerst even laten zien wat het doet. Ik denk dat dat leuk is. Dit is de app. Ik zet dit eventjes, deze variabele even een andere waarde. En als ik deze applicatie nou start, even mazzel heb, dan lukt dat zo. Run. Kijken wat er gebeurt. Ja, duurt eventjes. Maar dan heb je ook wat. Dus tenminste, werkt zoals ik het bedacht had. Ja, we zien dat we onze rock, paper, scissors hier hebben. We hebben eigenlijk in principe hetzelfde toegepast als dat rekenapparaatje van net. Hè? Dus die 10 cijfertjes en die tekstregel. We hebben 3-tal knoppen, meer is er niet nodig. En deze statusregel. En je ziet dat dit ding logisch gezien werkt zoals het moet. Dus als ik vaker op rock druk, dan kun je zien dat ik alle waardes kan krijgen. Omdat de tegenpartij, dat is een computer,
Die voetelt natuurlijk, maar goed, even afgezien daarvan. Dus als ik te vaak op deze knop die doe, dan zie ik verschillende keren dingen voorkomen. Tie, win of lose. En datzelfde geldt voor die andere knoppen ook allemaal. Dus ik kan dat simpelweg kan hiermee laten zien dat die applicatie werkt zoals die bedoeld is. Hè? De computer kiest een random waarde en ik kies zelf iets. En afhankelijk van hoe die twee bij elkaar passen, levert het een tie, een win of een lose op. En dat is het hele verhaal. Die business logica die is heel erg simpel. Die business logica is niks meer als make a move. En dat is de methode die aangeroepen wordt vanuit de GUI. Dus de GUI zegt van doe een move. En wat er gebeurt is, de computer maakt een random move. En vervolgens kijkt hij wat de move is van de gebruiker. En vergelijkt die twee met elkaar met die clockwise beats methode die ik al eerder heb laten zien. En vervolgens zegt hij tegen de GUI, show dit result. Dat wil zeggen, het interface show result, daarvan roep ik de methode render result. En dat is iets wat iemand doet. In het geval van die GUI applicatie wordt deze methode geïmplementeerd door de GUI. En die weet zelf hoe die die render result doet. En wat er dan gebeurt is, heb ik dat ding nog lopen? Nee, die loopt niet meer. Dat is jammer. Ik zet hem nog een keer aan. Dus hier op de herhaalknop. Kijk op het verkeerde scherm, op de haalknop en op die manier de applicatie nog een keer starten. Dus als ik op deze knop druk, dan zie je dat het render result resulteert in een wijziging van dit label. Nou, als ik dan eens even kijken, dan zien we dat we hier een main applicatie, ik klik weer op de verkeerde knop. Op het verkeerde ding. Als ik kijk naar de main applicatie, zien we dat dat ding helemaal niks doet. Het enige wat hij doet is die twee dingen, die main applicatie, eigenlijk feitelijk starten. En wat je ook nog zou kunnen doen, is zou die business logica kunnen bouwen, dus een object daarvan maken, en die meegeven aan de RPS app. Dat heb ik hier nog niet gedaan. Komt bij PRC 2 wel aan de orde, van als bij project 2, als daar nog JavaFX gebruikt wordt. En vervolgens in deze app, daar bouw ik het een en ander. En die logica, het bouwen van de applicatie zelf in de startmethode, dat is dit hele stukje hier. En wat je ziet is, er wordt een border pin gemaakt. Dus zo'n ding met top, bottom, center, left en right. Vervolgens ga ik kijken, deze variabele heb ik toegevoegd om het verschil tussen een luxe GUI en deze basale GUI te laten zien, deze plain GUI te laten zien. Dus dat gaan we zo meteen kijken. Maar wat er feitelijk gebeurt, is er wordt een button maker methode aangemaakt. Dat is een method reference. En die button maker methode die ga ik uitvoeren met de parameter rock, paper en scissors. En daarmee mijn knopjes maken. Dus ik maak hier drietal knoppen. Vervolgens maak ik een label. Dat label dat noem ik win-lose. En dat begint met de waarde status. Ik geef dat ding een fontgrootte. En die button maker is, dat zien we zo meteen nog. Dan ook hier gaan we kijken naar of we de simpele GUI moeten laten zien of de luxe. En dan volg ik vervolgens die layout. Daarvan zeg ik, zet ik die knoppen in het midden. Dat is zoals ik dat gekozen heb. En de label, die win-lose, die zet ik bovenaan neer. En even kijken waar ik dat gedaan heb. Dat zie ik even in de snelheid niet. Dat zal gebeuren in een andere methode die deze layout maakt. Hè. Dus deze layout methode die zal de knoppen en het label op hun juiste posities neerzetten. En uiteindelijk het hele zaakje samenvoegen in het midden van het scherm. Vervolgens maak ik een business logica object. En zoals ik net al zei, dat kun je wellicht beter doen in die main methode, niet hier. Want dit is eigenlijk niet zo slim, maar dat laten we maar even voor wat het is. En vervolgens koppel ik al die knoppen, die rock set action, die paper set action en die scissors set action, die knoppen knoop ik allemaal aan de move methode. En dat is, even zien, dat die staat hier een stukje lager. Dat is de make move methode in deze klasse. Die hebben we net al gezien. En dat is dit ding hier. En als ik dat gedaan heb, dan
zet ik het hele spul op het scherm. Ik zorg ervoor dat de stage past om de scene heen, zodat dat ding groot genoeg is om alle elementen te bevatten. En vervolgens gebruik ik eventueel nog iconen, dat zie ik hier nog staan. Met licht is dat niet eens nodig, weet ik niet meer. Doet er niet toe, dat zo kunnen werken. Je ziet dat er een aantal hulpmethodes in deze klasse zitten en dat zijn private methodes. Die hoeven niet private te zijn, die kunnen ook package private zijn, maar er is eentje die heet layout plane, dat maakt die hele basale GUI. En er is er eentje die doet een layout GUI en die doet het wat netter. Die maakt er een iets aantrekkelijke applicatie voor, tenminste zover als ik dat kan, want ik ben geen grafisch ontwerper. En die voegt wat meer grafische elementen toe. Het creëren van de knoppen, dat gebeurt hier. Dit zijn ook weer twee smaken. Luxe knop en de simpele, eenvoudige knop. En de render result methode, die laat ook verschillende dingen en die reageert ook op deze booleaanse variabele plane. En die zal ik nog eens veranderen in false, zodat we geen plain UI meer krijgen, maar een wat leukere. En als we vervolgens dat doen en applicatie opnieuw opstarten, dan hebben we het dus nog steeds over dezelfde logica, dezelfde enums, dezelfde, het gele spul in het klassendiagram is allemaal hetzelfde gebleven. Het enige wat gewijzigd is, is één variabele in de GUI, om aan te tonen dat je door een andere styling van je GUI het ding heel wat anders kunt laten uitzien. Je ziet nu dat diezelfde knoppen, functioneel gezien nog steeds aanwezig zijn, maar nu meer lijken op zoals je in het tekeningetje hebt gezien van dat Rock Paper Scissors spel. En hier heb ik de handsymbolen gekozen, maar ik had natuurlijk net zo goed een schaar en een papiertje en een steen kunnen pakken. Maar in ieder geval, dit is wat het doet. En op het moment als ik op zo'n knop druk, dan zie je dat die status er ook uitkomt. En je kunt dan vervolgens een kleurtje laten komen dat gebruikt wordt. Bijvoorbeeld rood betekent verliezen, groen betekent winnen en cyaankleurig, dat betekent dat je een tie hebt en je ziet dat nogal een keer misgaat. Dus dit is win, dit is tie, dit is nog een win en dit is lose. Dus het hele spelletje ziet er nou onmiddellijk anders uit, doordat je simpelweg alleen maar de styling aangepast hebt. Dat alleen al maakt het, zou het inzichtelijk moeten maken dat je ervoor moet kiezen om GUI en business logica netjes van elkaar te scheiden. Dus zodat je niet een hele grote file krijgt met van allerhande dingen in, met van allerhande verantwoordelijkheden in, maar je zorgt dat die business logica blijft werken, ook als je met je jatten en die GUI zit en die modificeert. En zodanig dat je applicatie zuiver blijft werken, wat je ook doet in de representatie. Goed, dat is Rock, Paper, Scissors. In een heel korte tijd een hele hoop informatie overgebracht. Er zijn nog wat details die je wellicht zou willen zien. Bijvoorbeeld zoiets als een achtergrondkleuren die gebruikt worden. Dat wordt gebruikt om... Moment. Ja, dat ding bovenaan laten liggen. Op het scherm. Hier zie je dat ik drietal kleuren gebruikt heb om die cirkel te vullen. Hier zie je dat stijlelementen toegevoegd worden aan deze knoppen. Dus die knoppen krijgen allemaal een afronding van 130 pixels. En een minimum breedte en hoogte enzovoort van 130 pixels. En hetzelfde geldt voor maximum, zodanig dat die knoppen altijd netjes rond blijven. Er zit een plaatje op. Dat plaatje komt, dat is overeenkomend met een plaatje dat zit in het project. Dat zijn deze plaatjes. Dat is het paperplaatje, dat ziet er zo uit. En het rock paper scissors plaatje, dat is dit grote ding. Het scissors plaatje is dit beestje. En er is ook nog een icon. Oh ja, dat is het icoontje. Ik weet niet of je het gezien hebt, maar hier beneden, daar, niet zo heel erg duidelijk, daar zit ook nog een icoontje in mijn taskbar. En daarmee kan ik die applicatie weer naar voren toveren als die verdwenen zou zijn. Dat is een ander dingetje. Dus je kunt op deze manier je resources toevoegen aan je applicatie, net zoals je dat doet in je webapplicatie. Dat zijn de images, of in dit geval is het een folder die heet hetzelfde als het package hierboven. Dat is in Java-wereld is dat gebruikelijk. En je kunt er ook nog CSS-files aan toevoegen, zoals je zou dat willen. Ik heb ervoor gekozen om dat nu niet te doen, maar dat kan. Wat zo'n CSS-file bevat, is precies hetzelfde als wat je al gewend bent, met het enige kleine verschilletje dat je -fx- voor elk attribuut moet zetten. Maar voor de rest is het vergelijkbaar. Oké, dat was wat mij betreft wat ik wilde vertellen vandaag over dit stukje JavaFX.
Ik ben tot aan het einde van mijn lesmateriaal gekomen en ook mooi binnen de tijd. En we hebben nog 9 minuten voor vragen, mochten die er zijn. Wie wil? Wie heeft een vraag? Dan krijg ik dat ding nog van mijn plaats af. Nou. Hoe krijg ik dat ding op de plaats? Wie heeft een vraag? Niemand. Dat is wel zo fijn natuurlijk. Ja, we hebben eigenlijk best wel veel op de swing die ik heb gebruikt. Ja, dat klopt. Dat is, JavaFX, op een aantal punten is het afwijkend. Het is op de manier waarop met events omgegaan wordt, is het ietsje anders. En de manier waarop je spullen aan elkaar knoopt, is helemaal anders. Maar voor de rest lijkt het best wel op elkaar. Ook bij Swing heb je knoppen, buttons enzovoort. Dat werkt zeker zo goed. TMC Beans bijvoorbeeld zelf is een Swing-applicatie. Net als IntelliJ, als je IntelliJ gebruikt, is ook een Swing-applicatie. Het belangrijke verschil tussen JavaFX en Swing is dat Swing zit nog steeds en blijft voorlopig ook nog in de standaard Java-omgeving zitten. Dus dat alleen al kan een belangrijk voordeel zijn om daarvoor te willen kiezen. En wat wil ik daar meer over zeggen? Ja, JavaFX is dus een klein beetje moderner. Hoe dat in de toekomst uit gaat pakken, of dat het framework blijft van keuze in de applicatiewereld, dat weet ik niet. Dat kan ik je niet voorspellen. Maar het is wel, het op een aantal plaatsen heeft het wel leuke dingen. In de laatste week, althans de voorbeelden die jullie kunnen zien in part 14, deel 14 van de MOOC, kun je een aantal componenten zien die in JavaFX aanwezig zijn en in Swing wat moeilijker te bereiken zijn. Maar er mag ook nog bij gezegd worden dat je ook een Swing applicatie van JavaFX componenten kunt voorzien. Dat kost je ietsje meer werk en dat is af en toe een beetje complex. Maar dat gaat wel. Dus je kunt ook nog een keer de voordeel van twee werelden kiezen. Ja, dat is de Swing, dat is, lijkt er best op. Ja, dat is waar. Oké. Misschien nog iemand anders een vraag? Anders dan stop ik de opname. En dan publiceer ik die zo als die klaar is. Als die geüpload is naar YouTube. En dan wens ik jullie allemaal een hele fijne dag. Oh ja, er is nog één belangrijke opmerking te maken. Zorg ervoor dat je die USB-stick die jullie allemaal gekregen hebben, dat je probeert, dat je daar zeker van kan starten. Dat je je desktop kunt starten. Ik verwacht niet dat we de performance assessment gaan doen in de eerste week na de kerstvakantie. Dat zal wat later worden. Vanwege lockdown die er wellicht aan gaat komen. Dat horen jullie nog allemaal van mevrouw Holtz of anders van de directeur. Maar op het moment dat het performance assessment er is, wees er zeker van dat je een computer hebt die kan starten van de stick. En dat je je applicatie, NetBeans met name en straks ook de database tentamen, dat je die Beaver kunt gebruiken in die stick omgeving. Want dat is de manier waarop het performance assessment afgenomen gaat worden. En het is je eigen verantwoordelijkheid om een machine mee te brengen die combineert met die stick of zo'n stick. Jullie krijgen een andere stick, een examenstick, die door ons geprepareerd wordt, precies dezelfde manier, maar dat is wat er gaat gebeuren. Mocht er daar nog vragen over zijn, stel die dan tijdens het practicum. Mocht het practicum online zijn, dan zijn wij gewoon simpelweg aanwezig. Dan zitten we in een team session en dan kun je ons aanspreken. En mocht je nog problemen hebben met het opstarten van je apparaat, dan kunnen we je wellicht ook via een team session helpen. Of anders een studentassistent vragen. Ja? Oké, dan zou ik zeggen. Ja? Zeg maar. Is er heel veel een vraag voor donderdag. Dus donderdag hebben we gewoon die praktijk, hebben we een online session. Ik verwacht dat dat gaat gebeuren. Ik heb vanmorgen van het managementteam gehoord dat de directeur vandaag een mailtje gaat uitsturen dat vanaf woensdag er geen lessen meer zijn op de campus.
En dat heeft onder andere te maken met het feit dat Duitsland op dit moment in lockdown gaat en een redelijk aantal studenten woont daar. En dat is een van de redenen. En ik weet niet wat onze eigen regering vanavond gaat zeggen, want ook premier Rutte gaat om 7 uur vanavond iets vertellen over wat welke maatregelen genomen zullen gaan worden. Ik weet niet of dat school... Bericht geeft aan dat het lockdown tot 19 januari gaat worden. Alle onessentiële winkels, bedrijven, noem het allemaal, moeten dicht. Dus het wordt echt gewoon een hele strikte lockdown. Ja, dat zou heel goed zijn. Het is ook een goede zaak dat Nederland nu eens een keer Duitsland volgt. Want anders krijgen we hier in Venlo zeker allemaal grensverkeer. Want dat werkt dan als een waterbed. Maar dat, dat,